Ja, hallo met Rogier Meuner. Ik had beloofd om wat meer te vertellen over Helen Mirren. En dat had ik naar aanleiding gedaan van de ongelooflijke hoeveelheid reacties die erop zijn ontstaan, gekomen. Had ik echt niet gedacht. Zijn er, zoals ik het nu zie, 89. Dus dat is best wel heel veel. En eigenlijk het grootste gedeelte. Van de mensen zeggen dat ze het eigenlijk hartstikke mooi vinden en dat het er heel natuurlijk uitziet. En sommigen hebben wat punten, dus dat het niet volledig vergelijkbaar is. En daar wou ik ook even een beetje op ingaan. Ik vond het zelf dus leuk om een klein beetje wat te vertellen over waarom, hoe dit effect te bereiken is. Ja, waarom ik denk dus dat het er natuurlijk uitziet. Want mijn gedachtegang daarover. Dus dat wil ik maar gaan doen. Ik heb daar alvast wat Photoshop. Nou, als je kijkt naar dit gezicht en dit gezicht, dan zie je toch dat er een subtiel verschil in zit en waarin dit gezicht over het algemeen als frisser wordt gevonden. Nou, aantal mensen zeiden dus dat het niet volledig vergelijkbaar was, dus omdat hier de mensen lachten en hier dat niet zo is. Desondanks kan je wel zeggen dat de rimpels hier echt een stuk minder zijn geworden. Want als we deze hand nemen, deze hand, die trekt het ook een beetje naar boven toe. En dat is zeker als je kijk naar de hoeveelheid trek vanuit hier en daar, dan zie je dat dat echt een stuk minder is. Ongeveer vergelijkbaar is. En je ziet hier duidelijk minder rimpels. Nou, dat is de ene. Het andere is natuurlijk het haar. Zoals ik al eens een keertje eerder heb gegeven, maakt dat enorm veel verschil. Hier is het een wat symmetrischer kapsel. En hier heeft ze het een wat asymmetrisch kapsel. En dat zorgt er, ja, vind ik zelf, vaak een wat beter ja, je gezicht verfraaien. Nou, wat valt nou eigenlijk op als je verkijkt tussen deze en deze? Nou, dan zullen de meeste mensen zullen zeggen dat deze, dit punt en dit punt minder is zien. Minder vallen, zien minder fronsrimpels, het hoofd is strakker en ze zien minder rimpeltjes. Nou, dat zijn de dingen die het meeste naar voren komen, maar er zijn subtiele signalen waarin ik kan zien van hoe dit is gedaan. Nu moet ik wel even één ding zeggen, wat ik vanuit, dit is natuurlijk een patiënt die ik zelf niet heb behandeld. Ik zou het wel willen, maar nee, zo bekend ben ik nog niet. Wat vanuit de site waar ik dit vandaan heb gehaald, dus zou zij een facelift hebben gedaan. Nou, dat zou heel goed kunnen, maar het is wel in ieder geval een hele subtiele facelift geweest. En ik zelf denk dat met de huidige stand van hoe fillers kunnen, dat dat soms eigenlijk ook al niet meer nodig is. Ik zelf denk dat er een aantal dingen zijn gebeurd. En ik ga even dit weer even wegnemen. Als je denkt dat er een klein beetje botox is gedaan, dat is het, als ik het zo inschat, heeft zij een U-patroon. Dus een gedeelte gaat het naar beneden en een gedeelte gaat naar de zijkanten. En wat je dan ziet is, daaraan kan ik dat zien, is door onder andere deze, dit gebeuren. Dus deze rimpel. En door haar wenkbrauw. Die wenkbrauw. Even kijken. Die wenkbrauw gaat een beetje zo. En zo. Dan zie je dat dat bij dit geval minder is. En daar. Daarnaast, en dat is een belangrijk punt, een heel belangrijk punt, is dat die wenkbrauw een beetje zo gaat.
En dat is bij dit, is dat zo. En dat is heel logisch. Nou, enerzijds is door de botoxbehandeling gaat er een, of door met spieren gaat er een kracht zo. En er gaat een kracht zo. Door gericht dat aan te pakken, krijg je dat de wenkbrauw die kant op gaat en een beetje naar boven komt. En dat zie je hier. Daardoor wordt dit ook verminderd. Daarnaast, maar dat is wat niet bekend is, is dat deze ietsjes afvlakt. En ik denk zelf dat hier of een lichte facelift trekt is. Wacht een moment, ik ga dat toch even. Een lichte facelift is gedaan. En dat kan door hier aan deze kant dus een lichte trek te genereren. Maar ik zelf kan dit ook genereren door dit gebied te vullen. Dan even een ander kleurtje. Zo. Dit gebied te vullen. Dat heeft een groot voordeel, dus dat je dus meer trek krijgt die kant op. En dat hoeft maar een paar millimeter te zijn. En daarmee, en wat ik vaak ook doe, is ik ga dan hier ook wat vullen. En waarom doe ik dat? Is omdat als ik dat niet doe, en het alleen maar met botox doe, hè, dus, want dit is de normale botox dosering, dan ongeveer 1 centimeter van de kas af, van het oog gebeuren af. Wacht, nog even. Zo, deze, ik ga al die dingen even wegnemen. Dan pak je alleen de spier, dit is deze spier, de, ja, ik noem het maar de oogkringspier, die zit om het oog, die pak je dan. Maar, dat is belangrijk om te weten, lachen gebeurt niet alleen vanuit hier, maar het gebeurt ook onder andere vanuit deze spier. En deze spier mag je niet blokkeren, want anders krijg je een hangend gezicht, om het maar even zo te zeggen. Dus je kunt je voorstellen dat vanuit hieruit er toch rinkeling komt. En dan heeft het niet zoveel zin om hier maar heel veel botox in te spuiten, naar mijn idee. Want zelfs als dat zou lukken, dan krijg je dus dat hier meer rimpels gaan ontstaan. Dus je verplaatst het probleem alleen maar. Daarnaast is trouwens, dat wil ik ook nog even aangeven, dat als je dit heel veel gaat doen, deze, dus botox, dan krijg je een trekkracht die kant op. En wat gaat er dan gebeuren? Even dit wegnemen. Dan krijg je vaak hier trek. Dus dan wordt er, krijgen mensen een lach en dan krijgen ze een soort raar dit gebeuren. Ja, zo'n soort raar lijntje. En vooral bij wat jongere meisjes treedt dat op. Dus wat je doet is een klein beetje botox. En ik doe het ietsjes meer dichter hierbij. En door wat te vullen krijg je dat dit veel meer gaat vervagen. En blijven de natuurlijke expressie blijft verloren. Genings. En ik denk dat dat principe deze plasseur of wie dat heeft gedaan ook heeft gedaan. Dus dat is hartstikke mooi. Nou. Daarnaast zie je, dat heeft, even kijken, volgens mij, ik ga eens even kijken. Volgens mij Diane, ja. Heel natuurlijk, alsof ze iets is aangekomen. Nou, dat is heel scherp opgemerkt. Want hetgene wat ze hebben gedaan, is, laten we even heel goed kijken. Nee, dat, nou, je kan het niet heel goed beoordelen. Maar je ziet vaak bij deze vrouwen die
worden heel mager, krijgen vaker ingevallen slapen. En aan de zijkant bij de oren wordt het ook heel ingevallen. En daardoor krijgen ze een soort, ja, dat het een beetje zo hoekig wordt. En dat zie je hier een heel klein beetje. Je ziet hier zo en zo gaat dat gebeuren. Dat zie je. En dat kan je heel goed verbeteren. En wat je dan moet doen. Is eigenlijk, kan je dat doorstrekken door hier meer te gaan vullen. Daar, daar. En dat doe ik vanuit zo'n kant. En dat doe ik eigenlijk ook daar aan die andere kant. Daar. En daarmee krijg je dus dat deze glowing, vooral aan de zijkant, beter wordt. Maar wat het mooiste is, je krijgt ook een trek die kant op. Dus al dit gaat die kant op. En daarmee wordt dit ook minder. Wat er waarschijnlijk is gedaan, is ik kan niet helemaal. Ik denk niet dat er echt een ooglidcorrectie is gedaan. Het zou kunnen, ik weet het niet. Maar wat je ook kan doen is, je kan vanuit hieruit kan je ook een klein beetje vullen en dat geeft weer een trekkracht die kant op. En dan vervaagt dat. En wat de meeste mensen misschien niet weten, is je kunt dit gebeuren, kan je ook wat vullen. En daarmee krijg je natuurlijk niet strak, maar je krijgt wel dat het ongeveer zo, nou ja, zo een beetje glooiend wordt. En dat is eigenlijk over het algemeen wat veel mensen, ja, denk ik, mooier vinden of natuurlijker. Zo. Even kijken. En daarna, en dat is belangrijk, kan je eventueel deze lijn vullen. En zij heeft, je kan je voorstellen dat als je dit heel erg vult, dan wordt dit dikker. En zeker mensen als ze zeggen van, nou, ik moet deze weg hebben, deze lijn weg hebben, en ze gaan alleen maar focussen hierop. Dan wordt dat van die dikke plakaten. En wat je dan krijgt, dan krijg je nog extremer wat ze eigenlijk hier heeft. Hier heeft ze meer volume. Maar door dit nog meer volume te krijgen, wordt dit, komt er van die soort appelwangetjes. Gaat er nog meer ontstaan. Dus dat is bij haar zal dat niet zo slim zijn. Wou nog even wat over deze lijnen ook wat vertellen. Die kan je ook met botox doen, maar dan moet je met botox. Die trekken alles naar boven. Dus deze spier, deze spier, die trekt alles naar boven. En als je deze aanpakt, dan gaat dit wat meer naar beneden. Dus vanuit hieruit krijg je een trek. Als je deze verzwakt, hè, deze spier verzwakt, dan krijg je dus een trek naar boven toe. En als je hier verzwakt, krijg je een trek naar onderen toe. Dus je moet hier heel rustig zijn. Nou, over het algemeen wordt gezegd om dat dit niet naar beneden gaat, dan mag je een hele lichte dosering, 2, 3, 4 botox mag je hier doen. Niet hier. En daar zou bij haar zou het kunnen dus dat ze toch een kleine facelift hebben gedaan. Maar er zit nog een andere techniek. En die heb ik bijvoorbeeld bij Gonda heb ik dat toegepast. Is dat we meer dieper een beetje vulling doen met bijvoorbeeld hyaluronzuur. En daarmee trek je het eigenlijk ook dit naar boven toe. En gaat dit ook omhoog. Dus die wenkbrauw gaat ook omhoog. Nou. Dat is het een beetje de theorie. Ik zal eens eventjes. Zo. Goed. Ik ga eens even kijken of ik dat
gedeelte heb ik opgeroepen waarmee ik dit een beetje kan simuleren. En ik heb dat eens kijken of we vanuit de theorie die ik heb gezegd, of we ongeveer hier naartoe kunnen komen. Of het klopt. Dat is 120. En eerst wat voorwerk aan doen. We gaan eerst maar eens even kijken naar de wenkbrauwen. Nou, zoals ik al zei, die trekt een beetje naar beneden en een beetje naar de zijkant. Dus als je hier, hier en hier en hier en hier botox doet, gaat die wenkbrauw een beetje zo omhoog. Dat kunnen we simuleren. Nu zien jullie direct waarom het belangrijk is als je dit zelf zou willen, dat het belangrijk is om een goede resolutie te geven, want deze resolutie is over het algemeen te weinig om een dit helemaal te photoshoppen. Dit. Nou, dat is dat. Dan ga ik even terug. Oké. Dus dan wordt het al ietsjes meer naar boven toe. Dan mag ik ook aannemen, en dat ga ik ook aannemen, dat deze rimpel minder wordt. Die ook. En hier ook. Niet te veel, maar gewoon een klein beetje. Desondanks kan het zijn met de dosering die ik doe dat er nog wat beweging mogelijk is, maar het gaat vooral om hierom. Dus dat dit wat rustiger wordt. Dan is het, laten we even ik zou in eerste instantie altijd dan het voorhoofd wat met rust laten. Nou, wat voor mij nu het belangrijkste, als ik helemaal de volledige hand zou hebben, dan zou ik een klein beetje botox hierin doen, maar wat belangrijker is ik zou hier gaan vullen. En dat kan ik toch een klein beetje simuleren. Zo. Nou, hier kan ik dat helaas niet. En dat geeft een trekkracht, dat vullen, naar. Eigenlijk daar ook. Nou, dat is het. Dan kan je hier nog wat botox doen. Maar ik ga eerst maar eens eventjes hier verder mee. En daar. Je ziet ook hier, alhoewel het niet heel duidelijk is, dat hier volumeverlies is. En daardoor komt er een soort bolling op, want dit trekt dit vet naar boven toe. En daardoor komt er een soort diepte te zien. En dat zie je ook hier. Ik weet, het is niet geheel duidelijk, maar moet je maar eens een keertje gewoon naar jezelf kijken of naar iemand die een beetje hetzelfde gezicht heeft als Helen, dan weet je dat ik gelijk heb. Nou, dit kan je dus ook vullen. En dat geeft dan dit aspect. Het is niet veel. Je ziet ook dat het maar echt millimeters is. En daar ook. Maar daardoor krijgt deze kaaklijn gaat ietsjes meer zo worden. En ja, hier is dat eigenlijk ook te zien. Nou, dat geeft trouwens vaak ook nog weer een verstrakking hierop. Dus dat kan ik een beetje verbeteren. Ik weet dat het zo en wordt een beetje zo. Nou. Zo. Dit kan je dus nog een klein beetje doen.
Moet ik even een kleine versie nemen. En kan ik door moment. Goed, dit kan ik niet zo simuleren. Nu kan je nog met Botox, kan je dit dus, wordt dit ook nog wat ietsjes rustiger. En dan krijg je dus, zeker omdat al wordt gewoon, ja, wordt gewoon rustiger. Zo. Zo. Je ziet natuurlijk dat ik dan kom je eigenlijk, zie je dat hier nog wat rimpels zijn. Nou, die rimpels krijg je niet helemaal weg met fillers, maar je kunt ook, ik wil eventjes deze nog even richten. Je ziet ook, doordat je hier vult, krijg je een trekkracht. En deze trekkracht wordt een beetje zo. En dit wordt zo. Zie je dat hier een soort lijntje ontstaat en door deze trekkracht die ik hier heb gegenereerd, maar ook onder andere een klein beetje met de botox, wordt dit net een beetje zo. En eigenlijk ook daar wordt het ook. Nou, dat is dat. Nou, je kan, als je zou willen, kan je dit ook nog een klein beetje vullen. Krijg je nog wat extra. Dat zal ik even doen, gewoon voor de fun. Hier ook. En daardoor krijg je deze trek en dit wordt ietsjes meer. Kijk hoor. Nou. Kan je ook een klein beetje botox daar doen. Daarmee krijg je weer nog weer een klein beetje lifting. En daar ook. En je kan dit ook een beetje vullen. Dat gaan we ook een beetje doen. Zo. En daar. Echt drupjes zijn dat. Dan kan je, en dat is hier niet zo goed te zien, kan je hier eigenlijk die wal een beetje meer volume geven. En dan is belangrijk is dat je begrijpt dus dat ook niet alleen de huid ouder wordt en dat het vet verandert, maar ook dat de botten wat minder worden. En die botten gaan hier vooral aan deze het randje van waar ja, het oog in zit, daar wordt het minder. En daar doe ik vaak een beetje extra filler. En dat geeft een trekkracht die kant op. Ik zal het even voor de het is natuurlijk hier niet zo goed te zien, want maar wat je wel krijgt, is je krijgt dit gaat trekken. En hier ook. Nou. Dan kan je dit ook wat vullen. En doordat je het vult, en wordt dit wat zachter. En daar ook. Kan ook. Nou, dan kan je nog wat andere. Nou, en dan. Verder. Zo. Oké. Okay. Dit wordt echt een beetje zo.
Het is niet helemaal weg, hier inputjes, maar het wordt een stuk beter daarvan. En ook hier en daar wordt het beter. Goed. Kan je ook nog door oppervlakkig wat te vullen, krijg je dit allemaal weg. Dat is geen punt. Echt niet. Moet wel. Zo. Command. Zo. Nou, over het algemeen. Nou, dan. Vanuit hieruit krijg je ook een trekkracht. Dus dit wordt minder. Ik zal dat even weer. De neus en de lippenplooi wordt minder. Ik denk toch dat dit netjes ietsjes meer wordt. Zo, dat wordt zo. Dat geeft een soort trekkracht. Dus dit gaat een beetje die kant op. Hier ook. Daar ook. Nou. Dat is dat. Nou, dan kom je er niet aan om een heel klein beetje te gaan vullen daar en daar. En dat gaat zo. Dus dan doe je het. Wat meer hier. Moment. Moet ik even de neus beschermen, want. En wat je kan doen, dat is, je kan een rimpel of deze zo'n lijn, kan je vanuit die kant trekken of vanuit die kant trekken. En je kunt hem ook een beetje vullen, maar vullen heel klein beetje, maar je kan er niet continu meer vulling in doen, want dan gaat het vet wat aan die tussen boven die rimpel zit, die gaat er gewoon overheen borren. Maar wat je doet is, je vult het een klein beetje en dat geeft... Moet ik even terug, want nou, en wat je dan krijgt is dat dit echt een beetje minder wordt. En ik wacht dan. Ja, het is niet helemaal correct.
begint al aardig. Hè? Dan is in principe. Dit wordt zachter. Net zoals dat het hier zachter wordt. Dit bevalt me niet, maar dit krijg ik niet weg. Dit wordt eigenlijk meer die kleur. Want dit. Zo. Heel. Oh, chips. Zo, nou ja, goed. Dus denk ik. Dan zie je dat hier wat vet is, maar je ziet dat het hier, zie je vaak ook bij veel vrouwen, dat ze, zeker die wat magerder zijn, wat slanker zijn, dan gaat opeens die wangen gaan zo invallen. En dat heeft zij ook. Maar ze heeft, en daar is ook wat aan doen. Dan moet ik weer even. Laat het eventjes zo. Je ziet dat het hier is en dit kan je vullen. Ik laat het eventjes. Zo. Nou, ik raad. Hier ga je die kant zo ga je vullen. En zo ook. Daarnaast kan je ook deze kleine rimpeltjes, ik ga dat even gewoon, die kan je ook nog weer oppervlakkig vullen met een bepaalde techniek. Maar dit is ongeveer het idee. Ik zou het hier nog wel een beetje doen. Daar. Zo. Goed, dus dat is het idee. Nou. Hop. Waar zaten we? Ja. Dus. En wacht een moment. Oh, chips. Dit wordt ook minder. Zo. Dan in principe gaan we daar een klein beetje vullen. Moment. Dertig. Moet nog even een momentje. Momentje. Dit moet ik even zorgen dat het niet meer beweegt. Zo. Dus. Daarom is het belangrijk om, als jullie ooit dit zouden willen, ik kan dit gewoon doen om een goede resolutie te geven. Nou, dit wordt wat meer, hier wordt meer. Nou, zo, en dat geeft weer trekkracht die kant op. Nu moet ik dit natuurlijk, het zijn pixels, dit
Zo. Goed, dit. Nou, verder zie je, hier is niks aan gedaan. Ze heeft een hele mooie lipcontour. Nou, daar moet je echt niks aan doen. Dat heeft ze hier ook. Het ziet er gewoon heel netjes uit. Ze heeft wel wat lijntjes. Kan je. Maar dat valt allemaal mee. Dit kan je allemaal wat verbeteren. Nou, verder. Dat zouden nog, er zijn wat nieuwere technieken om ook nog wat meer met wat ik bijvoorbeeld in Polen heb geleerd, om wat dit nog wat te verstrakken. Nou, en hier moet je, als je niet met botox, als dat kan. Net wat zachter. En dat kan je ook door de bunny lines met je botox. Dus hier kan je dat ook wat verzachten. Nou, dan zou je nog meerdere dingen kunnen doen. Maar ik moet eerlijk zeggen, oh ja. Dit kan je wat verbeteren. En dit kan je ook nog wat verzachten. Ja, ik denk dat dit het wel is. Ik zal nog even. Mogelijkheid is om. Deze. En ja, ik denk een klein beetje. Dit is.
zou ik ietsje scherper laten, maar dat krijg ik nu niet meer helemaal weg. Want ik vind dat juist dat net wat mooier. En we kunnen. Wacht een moment. Soms is het zo, dus rimpels zijn ook je vriend. En door net wat rimpels over te laten, krijg je dat het waarheid wordt. Of dat het. Kijk hoor. Goed. Zo. Ja, dit zou naar mijn idee zo ongeveer. Ik denk dat dit wel mooi is. Kijk dan, heel klein beetje. Echt, heel klein beetje. Oeps, command Z. Ja, ik denk dat dit wel mooi is. Zal nog één keertje duplicate layer doen. En dan zou ik echt heel klein beetje, niet te veel. En dit vind ik een mooi resultaat. En waardoor. Dit ziet er naar mijn idee wel aardig uit. Dus dit is ongeveer wat ik denk wat je kan bereiken. En dan even dit. Laten we even. En dit is als te, naar mijn idee te veel. Dat vind ik niet echt mooi. Dus ik zou dit het hebben. En dit geeft een mooi rustig resultaat waar je eigenlijk ziet, grappig, dat die nasolabiaal plooi eigenlijk minder is, maar het zit vooral hierin. Dat geeft een rustig resultaat en misschien zou dit nog zelfs wat ietsjes minder mogen. Laten we dat eens even kijken. Ik denk dat dit wel ongeveer aardig is. Dus ik zal deze even Photoshop. Ja, dit was het ongeveer. Ik hoop dat jullie dit een beetje interessant vonden. En nou ja, ik zet het gewoon even op YouTube. Oké, groetjes.